Hallo kids, hier ben ik weer, Jook, met dit keer een muzikaal beroep van de maand. Ik heb een afspraak vanmiddag met Iris van der Made, een zanglerares. Ik ben benieuwd wat ze ons kan vertellen over haar beroep. Gaan jullie mee naar binnen hier in de muziekschool? Mooie oude rozen in de tuin. Goed gedaan. Hallo Iris, ik ben Jok van Junior Kids TV. Ik mocht je toch een paar vragen stellen over je beroep, hè? Ja, tuurlijk Jok. Wat wil je van me weten? Hoe lang doe je dit beroep als zanglerares al? Nou, ik ben natuurlijk ook zangeres. En dat doe ik al wat langer. Dat doe ik 15 jaar. Maar dat ik echt veel les geef daarnaast, dat is 9 jaar. 9 jaar. En dit meisje, die gaat ook vanmiddag les krijgen van jou? Ja, Emmy. Dat is een hele goede leerling van mij. Die krijgt les zometeen. Hallo. Hallo. En hoe is het gekomen dat je dit beroep ging doen? Ik deed eerst geneeskunde, dus dat is om dokter te worden. En dat vond ik helemaal niet leuk. En toen zong ik een keer in het café. En toen zeiden mensen die daar zaten, die zeiden, misschien moet je een keer naar het conservatorium gaan om auditie te doen. En toen deed ik dat en toen werd ik aangenomen. Spannend. Ja. Wat vind je nou zo leuk aan dit beroep? Nou, ik denk dat bijna alles leuk is aan dit beroep. Want de hobby van een ander, dat is mijn werk. Dus het is een soort van een feestje wat je altijd hebt. Nou, ik heb natuurlijk hele leuke leerlingen. En je geeft leerlingen meestal een goed gevoel over zichzelf. Want je leert ze hun stem mooi gebruiken. En je leert hoe ze hun gevoelens in muziek kunnen uiten. En daar worden ze blij van. Komen er hier veel kids die zangles van je krijgen? Ja, eigenlijk steeds meer. En ik denk dat dat komt door het Junior Song Festival en Kinderen voor Kinderen en The Voice Kids. Dus ik heb best wel veel kinderen op les tegenwoordig. Tof zeg. Heel leuk. Zijn dat dan alleen meisjes of komen er ook jongens zingen? Er zijn wel veel meisjes, maar er zijn ook jongens. En er zijn zelfs 2 jongens die hier les gehad hebben die uiteindelijk naar het conservatorium zijn gegaan. Dus er zijn zeker ook jongens die les krijgen. Zo tof. Heb je wel eens iets spannends of iets geks meegemaakt? En wat was dat dan? Nou, als je met kinderen werkt, dan gebeuren er heel vaak leuke dingen. Maar wat een keer heel gek was, was dat ik aankwam in het lokaal. En ik had wel gezien dat er stijgers buiten stonden. Maar toen stond er een hele grote schilder rechts voor het raam te schilderen. En die heeft de hele dag gekeken en geluisterd. Meegezongen. Dat niet, maar wel steeds gekeken hoe de anderen dat deden. Dus dat was een beetje gek. Kan je de kids thuis en mij wat laten zien van je zangles? Mooie rode rozen in de tuin. Goed zo. Nou zeg, applaus voor jezelf hoor. Wat goed hè kids. Je hebt talent. Dank je Jok. Wil je meedoen? Ja, ik wil best wel meedoen. Maar ik weet niet of ik kan zingen hoor Iris. Nou, dat zien we dan wel. Je mag het altijd proberen. Proberen en misschien heb ik wel talent. Ja, je weet maar nooit. Mooie rode rozen in de tuin. Nou, het was best wel goed voor de eerste keer, Jok. Maar weet je wat je moet doen bij zingen? Vooral als het hoge tonen zijn, mag je je mond goed open doen. Oké. Ja? Laten we hem nog een keer proberen? Ja, met mij voor. Ja, doe maar samen. Zullen we het samen doen? Daar komt-ie. Mooie rode rozen in de tuin. Nou, als je hard oefent, kan het nog best wat worden hoor, Jok. Oké. Zullen we eentje hoger? Daar komt-ie. Mooie rode rozen in de tuin. Heel goed. En als heel goed, Jok. Oh, zie je? Je bent ook een beetje een juffrouw geworden hoor. Hè? Mooi, hè? Hey, en als je over mooie rode rozen zingt, dan moet je natuurlijk ook kijken alsof je ze ook ziet. Dus je denkt... Ja, denk je net zo... Wat een mooie roos in de tuin. Ja. Die heb ik, hoor, in mijn tuin. Oh, dan ga je daarover zingen. Daar komt-ie. Mooie rode rozen in de tuin. Nog eentje hoger. Mooie rode rozen in de tuin. Hey, het gaat al steeds beter, Jok. Je hebt talent. Nou zeg.
Misschien kan ik straks wel in een koor zingen. Dat is misschien wel een goed idee. Wat zeg je nou, Iris? In een koor? Ja, in een koor. Wat tof zeg. Ja, wat... tof hè? Nou, en bedankt voor het interview, Iris, en de les. Nou, heel graag gedaan. Kom nog een keer terug. Ja. Als je dat wilt. Tuurlijk, ik vond het best gezellig met jou hoor, Emmy. Dank je. Tot ziens, hè. Tot ziens. Tot ziens. Doei. Dag, Jok. Doei. Doeg. Applaus voor jullie zelf, hoor.